In de rosse buurt van Groningen en Leeuwarden worden de peeskamertjes voor het merendeel bevolkt door Bulgaarse prostituees. Zo'n 60% is afkomstig van het Bulgaarse platteland. Vaak ook komen de jonge meiden vrijwillig naar Noord-Nederland. Maar eenmaal aangekomen vallen ze in handen van Bulgaarse pooiers en worden ze uitgebuit. Wij zien vrouwen die in 5-6 jaar tijd 3,6 miljoen verdienen en alles moeten afstaan. Dat heeft niks meer te maken met een bemiddelingspercentage, maar dan ben je gewoon slaaf. Bijna alle vrouwen komen uit het armoedige oosten van Bulgarije, uit de plaatsen Slijven en Schumen, vergelijkbaar met Groningen en Leeuwarden. De Nederlandse justitie probeert nu door middel van een preventiefilm en met een uitwisseling van agenten de meiden in Bulgarije te waarschuwen. Ze komen hier voor het geld. Dat willen ze misschien op een 12e, 13e. Hun wereld is MTV en bling bling, om het zo maar te zeggen. En dat we die meiden daar moeten wapenen. Ik vind dat een hele belangrijke ontdekking. Hoe klein het Bulgaarse prostitutiewereldje is, blijkt uit bevindingen van Bulgaarse agenten die in de Groningse hoerenbuurt aan het werk waren. Dat wij ze dus meenamen bij ons, in onze rosse buurten. En dat daar meisjes afkomstig uit hun stad achter de ramen zitten. En zelfs zo confronterend dat collega's daar ook school- en klasgenoten tegenkomen waar zij mee op school hebben gezeten in Bulgarije. Het onderzoeksproject over Bulgaarse prostituees moet binnenkort uitmonden in een internationaal onderzoeksteam. Hierdoor wordt het voor de Nederlandse recherche makkelijker om in Bulgarije onderzoek te doen. We doen er alles aan om dat in de komende maanden voor elkaar te krijgen. En dat moet via Den Haag en via Sofia. Maar uiteindelijk moet de samenwerking tussen Groningen en Friesland en Oost-Bulgarije komen. Het project Proeftuin Slaven van het Systeem is opgezet door het Openbaar Ministerie en heeft in totaal een jaar geduurd.